Wat? Harder? Ja? Ze hebben... Oh ja. Ze... Welke is het nu? Ze hebben mij gevraagd om de ceremoniemeester te zijn voor deze receptie van Open VLD Zoercel. Maar belangrijk is om het stemmenpotentieel te peilen en daarom wil ik vandaag proberen een koorleider te zijn. Ik denk dat wij allemaal wel kunnen zingen. Daarom vraag ik u medewerking. Als iedereen nu bij zichzelf denkt aan één liedje, en ik geef er vier vooraf, dan zingen wij dat liedje. En dan kan ik weten welke stemmen er voorhanden zijn in Zoersel. Meneer, weet u wat u gaat zingen? Ah, wie van Boma, patatten met saucissen? Heel goed, ja. En meneer daar, wat gaat u zingen? U hebt geen, nee, u moet dat wel weten, anders gaat het niet. Weet u het nu? Ja, en wat gaat u zingen? Ja, dat mag Sint-Niklaas Kapoentje zijn, of... De Marseillaise, ja, in sommige kringen is dat zeer belangrijk. Hè? Weet u het allemaal? Ik geef er vier vooraf. Maestro, u bent klaar? 1, 2, 3, 4, ja! Maar u moet zingen! Ja, maar anders gaat dat niet. Allee, we gaan opnieuw. Ik heb u niet horen zingen. En u ook niet, meneer. Allee, anders gaat dat niet. Dat klinkt dan... Hoe kan ik weten welke stemmen er zijn? He? Zijn we klaar? Viva en Boma, met saucissen? De Vlaamse leeuw, allemaal goed? Oké, okay. We proberen opnieuw. Iedereen, weet het? 1, 2, 3, 4, ja? Dank u wel. Dank u wel. Er is nog veel werk aan de winkel, denk ik. En om te beginnen, nodig ik u uit om te luisteren naar onze maestro Olivier Tienpont, die een mooi wijsje voor u gaat spelen. Dus nu, als dat gaat, een beetje stil zijn. Maestro, alsjeblieft.